van. En je zat al buff vandaag. Ja. Ik weet uiteindelijk. Oh, zo gaan het gaan. Kan niet. Fantastisch. Zo, vanochtend is een lekker ochtend. Een mooie ochtend. Ons houden van die ochtend. Het is awesome. Lekker. Zo, ja. Weer eens, baie welkom bij Kruiskiets. Oh, en welkom. Welkom in ons de blad. Ons de Kruiskiets blad. En zijn naam is... Kruiskiets.tv. Ja, saai. En volgende ding is, ons is om te wel met een reeks. En dat is niet niet. Ja, dat is niet. Ons is om de reeks. Stefana! Wat is het? Stefana! Stefana! Fantastisch! Dat is haar, ja! En gaan kijken op het blad. Onze twee spannen, die zien ze meisjes los elkaar af. Yes! En ze kort namen, niet alleen persoonlijk, maar die spannen kort namen. Dus so, dat is een competitie, dat is de e-postadres. Ik denk dat we het al een paar inschrijvingen kiezen, dus wachten nog. Dat is lekker prijs om te zien. Dus dat is awesome, ons foto, dat is baie cool. Yes! Zo, onthou in de schrijf. Zo, ons is om te kijken, Survivor, dat is kijk naar klomp konings. Ons het al gezien, dat is goeie konings en dat is slechte konings. Dat is baie, hoe kost dat zo? Baie nie goeie konings nie. Huh? Baie slechte konings. Wow. Ja, maar ek verstaan nie. Ons leven in een wereld vol zonde. Ja, dankie, Carla. Oké, okay, so. So. Ons doen vandag een rare slechte koning. Ach, nee. Ons wel laatst, ons wel laatst het begin met hom, maar... So maar ons koning, is een geweest. Ja, so koning Agag is een van koning. Die slechte konings. Hy en sy vrou koning in Isabel. Hy is raar glak en goeie in die sê. Oké, okay, so hy het die mense gelei dat hy nie hier doen nie. En Elia was soos domie, was soos perfect, was soos domie, is ander. Hy het die mense gesê, wacht met die verstof, wacht. Elia het die mense gesê, hy gaan en hy sê vir die mense, hy sê en sê vir die mense, Elia het die hele volk gesê, gesê, hoe lang hou julle aan met hink op twee gedagtes? Hy sê, kies nou, wie gaan julle dien? As het hier is, volg hom. As het bol is, volg hom. Dus so, het maak het de sluit, maar natuurlijk in die rechte de sluit nog, want dat is wat belangrijk hè. Ja. En toen is ons die altaar story en dan maak je altaar raag en alles, maar anyway. Op de einde van die dag, nadat die Heer die wonderwerk gedoen het van die altaar en het randje steek, toen is koning Agag en koning Isabel, koning Heng Isabel, Isabel. Baie kwaad vir Elia, en Elia besef dit so, dit doel so. Nee. Hy besef dit toe, en hy gaan en hy hardloop weg. Waar jy nie gaat te bij? Weg. Nou, weet jy waar nie. Fijn, dankjie. Oké, waar jy nie gaat te gaat? Houd hy. Wat hy net sê, die koning daar toe. Waar? Naar die berg. Wel, dat het nie, ha, ja. Naar die jebel toe. Heel fantastisch, nee. So, hy was terug die dag en toe gaan in die bestuin in. Oh, maar, die bestuin. Dat was nie daar nie. Dit die kleed te krijg. Ja. Ja, maar dit is wel mensen in de stijl niet. Nee, hoeveel mensen kunnen jij in de stijl blijven? Niemand. Oh, dat is wel niet. Wie houdt van dolf om in de stijl te blijven? Dat kan lekker wees voor oomlik. Ja, voor oomlik. Eén seconde is hij van, nee. Hij heeft net weer awesome goed gedoen, Elia. En nou, dat ik aan ga klut. Zo, hij was een beetje moeg. Ja, en moedeloos. En af. Hij was dus een... Nou, kom, hij was een moedeloos en hij was niet lekker in. So daar gaan sit hy nou, en dan daar, het vinnig weggehaard, so wat het hy sommer omgevat? Niks. Dit is die probleem. Hy het nie vooraf beplan nie. Nee! Hy dink hy wil net wegkom daar. So ja, hy sit toe daar, en weet jy wat, hy loopt honger en dors. Oh nou. Die Here het voorzien. Die Here het voorzien, ons hap het ons haar. Dis hy, ja! So, hy het nooit honger of dors gaan slaap nie. Die Here het eerst daar die engel gekom vir hom kos te gee. En later in die kraaie gestuur om kos te gee. Ach, wie hou nie van kraaie nie? Ek. Oh, okay, sorry vir jou. Okay, so, goed. So, hier het vir hom voorsien. So, dit was dus daar beslechte tyd, maar het was ook een goeie tyd, en hier het vir hom voorsien. En hier het om voorbereid, en recht ek dan te sê, Elia, ja? Jy gaat nou terug gaan. Ach, nee. Maar ek gaan by jou wees. Okay, dit is fantastisch, kom ons gaan. Oh, alright, so, dis, nou is nog nie klaar nie, dan, ons gaan eens daar pols. Oké, okay, so dit is in Elias' lewe gebeur. Stop, sê die spiegel. Nou kom ons, dit is van mooi. Nou gaan ons terug naar koning Agag toe. So nou koning Agag, het slecht begin en hy het iets slecht aangehou. So een van die goede wat hy gedoen het terwijl Elias weg was, is, daar was een ou, sy naam was Naboth. Oh, die name. Naboth.
Nadat het een mooi stuk land gehad. Hij het een mooi stuk land gehad. Prins Koffie. Nee, dinge drijvend. Oh. En koning Ogot kijkt en hy denk, ja, yeah, dat is nou een mooi land daar. Hij wil het nee. Yep. Nadat sy familie... Het vrede met wat hy doet. Bestaan jy? So nadat... Mag eens. Nadat wil hy die grond hou en is al so lang in sy familie. So hy wil dit... Laat daar even zijn zien. En hulle laat, hulle gaan beskuldig vir Nadat vals. Ja, hy het lelike dinge gesê oor die Here. Wat kan Nadat eers doen nie? Ag nee. En so word Nadat vals beskuldig en hy wat net tog gaan huis dood. En Agab gaan vat hy grond. Dit is reg nie. Dit is reg nie. Dit is reg nie. Elia, want hy het gesê, Elia het hierdie gaan teruggaan? Ja. So Elia het met 'n boodskap teruggaan na Agab toe. En raai wat hy Agab gaan ontmoet. Op daai wingerd. Hij heeft voor Agab precies op die grond gaan ontmoet. Oh, nou is hij niet belangrijk. Om te sê, Agab, die Heer het gesê. No. Die Heer het gesê, hier kom hulle kyk. Jy en jou vrou en jou kinders. Dit gaan nie goed gaan nie. So ons gaan dan wag om te hoor wat precies het gebeur het, maar dit was nie goed nie. Ag nee, nou is ons op 'n cliffhanger. Maar, kom ons gaan goed terug na Elia in die woestyn en is... Hij is moedeloos tegen wat te doen. So, wat moet ons doen als ons moedeloos is en ons niet wat te doen? Pit. Ja. Elke dag. Pit elke dag. Wacht. Pit elke dag. Lees jou Bijbel. Pit elke dag en jy sal groei. Groei. Stap dat is. Ek ken aan ene. Dat is een ander beter ene. 1, 2, 3. Dit het gaan sing. Nee. Daarna van ek vertrou op Jesus. Ek vertrou op Jesus. Nie op die sinner. Daar is nie 'n dubbel. Daar is nie 'n koor nie. So ons gaan nou. Ja, Dira. Die hond is nie so. Ag, dit. Hallo Dira. So kom ons gaan al sing sonder 'n koor. Okay. Hallo. So weer. Okay, so ons gaan sing nou. Ek vertrou op Jesus. Nie op die sinner. Jesus is my herder. Jesus is my rots. Wow, ons op alleen springt in die rondte. Kom ons kap ons aan in 1, 2, 3, 4, 5. Kom ons op alleen springt in die rondte. Kom ons kap ons aan in 1, 2, 3, 4, 5. Sien, die hond vijf side. Ja, so, ons sal dit gedoen. Ons sal dit net vir reis, goed. Ja, so, ons, wacht, ons is vijf. Ons is vijf, jy. Nou zijn ze. Jan Petrus. 5 en 6 tot 7 sê, onderwerp door daarom in nederigheid en die krachtigheid van God. So, onderwerp beteken, ga na die Here toe, zodat hij jullie kan verhoog op de tijd dat hij bestem het. Werp al je bekommernis op hom, want hij zorgt voor jullie. Yes. So, as ons in moedeloos voel betekent keer, of ons voel jichting rager te veel, dan moet ons gaan na die Here toe, en die Here is altijd al voor ons, ne? Ja, is waar. Nou, is waar. Wat is dat? Bye. 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 Bye